school geeft de meeste les. Ik wil jullie wat vertellen over aardrijkskunde. Maar de kinderen zijn verveeld. Even opletten, het is een serieus onderwerp. Wisten jullie dat er in Nederland heel veel regen valt? Maar in Afrika valt er heel weinig regen. Meester, het is een beetje saai. Ik vind eigenlijk de hele school wel een beetje saai. Ja, de hele school is saai. Ik ben heel teleurgesteld in jullie. Ik wil een filmpje laten zien van kinderen die heel graag naar school willen. De kinderen van de boomklimstam in Afrika lopen soms dagen op zoek naar water. We zijn al dagen aan het lopen voor water. Ja, maar we hebben nog geen druppel water gevonden. Er moet hier ergens een waterput zijn, het kan niet anders. Laten we doorlopen. Door het zoeken naar water kunnen ze ook niet naar school. Oh, we hebben zo dorst. Hadden we weer water. Dan hadden we tenminste tijd over. Zouden we maar naar school kunnen? Zien jullie het? Deze kinderen hebben het nog veel slechter dan jullie. Zo, dat wist ik helemaal niet. Ik heb een idee om actie te voeren, bijvoorbeeld auto's wassen. We kunnen misschien ook wel muziek maken om geld te verdienen. Ja, dat is ook een goed idee. Auto wassen, auto wassen. Jongens, ik heb 10 euro gekregen om de partoutbus te wassen. Onderhouden wassen! Hier. Ja, het is voor een goed doel. U mag zelf weten wat u wilt geven. Oh, wat leuk. Dan geef ik jullie 50 euro. Yeah! Ook hadden de kinderen een lied gemaakt. Het lied werd gelijk bij een bekend programma uitgezonden. Hallo allemaal. Vandaag is een optreden van de boomklimmers uit Amersfoort. Yeah! We are the world. We are the children. Ze hadden nu aardig wat geld, maar wat moesten ze ermee doen? Wat kunnen ze kopen? Ze hadden toch dorst? Zullen we dan water voor ze kopen? Maar water, dat komt hier toch gewoon gratis uit de kraan? Dan kunnen we dus heel veel water voor ze kopen. Geen tijd te verliezen. Zo, dat is fles 50. De eerste doos kan weg. Het water was dan wel goedkoop, maar de postzegels helaas niet. De dozen met water gingen in een vliegtuig. Waar het net op tijd kwam voor de kinderen. Huh? Waar komt dat nou vandaan? Ik ga kijken wat er is. Het zit vol met water. Echt? Ja. Hier. Kijk eens. Lekker. Hij is al helemaal leeg. Kinderen, ik heb slecht nieuws uit Afrika. Wat dan? We zijn al dagen aan het lopen voor water. Het lijkt wel dezelfde video als bij het begin. Hé, is er dan iets veranderd? Misschien moeten wij helemaal geen water sturen, maar iets anders. Moeten we kolen of even op gaan sturen of zo? Nee, dat is geen goed idee. Denk eens even na, wat moeten we wel sturen? Ik zie dat jullie goed nadenken, alleen ik zal jullie wat vertellen. De meester vertelde dat hij vroeger op een technische school had gezeten. En hij wist hoe hij waterpompen moest maken. We moeten waterpompen gaan sturen. Ja! Dan moeten we de meester ook sturen. En dus gingen ze weer geld inzamelen. Zo hadden ze weer geld en stuurden ze hun meester samen met gereedschap. Nou, nu heb ik wel genoeg gereedschap. Stuur me nu maar naar Afrika. Doei, meester. En meester had ook nog andere collega's geregeld. En zo ging er een speciaal meester- en juffenvliegtuig naar Afrika. Kijk, weer zo'n doos met water. Hallo, ik kom jullie helpen met het bouwen van een waterput. De meester leerde daar de mensen van de boomklimstam
hoe ze zelf een waterput konden bouwen. Jullie uit de waterput. Nu kunnen jullie hier water uithalen. Zo, dan ga ik nu een andere dorp helpen.